Komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen wil Ajax weer stappen maken in de goede richting. En dan denkt Frank de Boer niet alleen aan de punten, maar ook aan het spel. Want de trainer gaf na het duel tegen PEC Zwolle aan dat het beter moet. En daarom werd er deze week veel energie gestopt in onder andere passing en het aannemen van de bal. Veel energie door de spelers en de technische staf, onder wie Henny Spijkerman en Jaap Stam. In woord en in daad, want tijdens de rondo draaiden Jaap Stam en Frank de Boer volop mee. Langs de kant stond een oude bekende. Dien Goré. Uitleg over de training of niet? En hij zag hoe Joël Veldman na een goede oefening de bal hoog hield à la Richard Witsche. En hij zag ook dat Nicolai Boylissen de hele training meedeed. Hij moest de afgelopen twee wedstrijden aan zich voorbij laten gaan, maar is nu weer fit. En dat geldt ook voor doelman Jasper Sillissen. Tijdens de partijvorm zag Pim van Dort hoe Victor Fischer succesvol was in de afronding. En even later kon de Deen opnieuw een goede aanval van zijn team afronden. En na een korte analyse tussendoor was het weer tijd voor het afronden met Dennis Bergkamp. Met de paas van Siem de Jong op Victor Fischer. Keihard in de kruising. En dan Davy Klaas op Lasse Schöne met een voor hem zeldzame klutsgoal. En daarna Schöne als aangever op Victor Fischer die met links snoeihard afrondt. Opnieuw Lasse Schöne als aangever, ditmaal op Siem de Jong. Die scoort als een ware stylist. De aanvoerder die onlangs tegen FC Utrecht zijn rentree maakte, kwam wat ritme tekort. Maar hij liet zien dat de scherpte in de aanloop naar Ajax Heerenveen langzaam maar zeker weer terugkomt.